Goedenavond. Het moest een grote dag worden voor de drie gemeenten: Sint-Oederode, Schijndel en Veghel. Want vandaag zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeente die op 1 januari van start gaat, als meijerijstad. Maar zo'n grote dag werd het niet. Om drie uur vanmiddag was pas 20% naar de stembus gegaan. En dat is heel, heel weinig. De nieuwe gemeente is een vrijwillige fusie en dat is heel snel gegaan. In 2012 spreken Schijndel en sint oederode af dat ze samen verder willen als één gemeente, maar er moet nog een derde gemeente bij. Dat wordt Veghel. De drie willen samen verder als Meijerijstad. Vorig jaar april kunde de provincie de fusie goed. Een jaar later is ook de eerste kamerakkoord en zet de koning een handtekening. Op 1 januari is alles een feit en dan is Meijerijstad de grootste gemeente van de provincie. 27.000 voetbalvelden groot, 80.000 inwoners en 44.000 banen. En voor ons vliegt al de hele dag tussen die drie plaatsen op en neer verslaggever Noel van Hoofd. Ja, Noel, waarom leven die verkiezingen eigenlijk niet? De inwoners hebben helemaal niet mogen meepraten over die fusie. en daarom voelen ze zich ook helemaal niet verbonden. En daarnaast zijn er geen grote thema's die spelen. Het is eigenlijk wel goed zo. Ja, die 20% opkomst is inderdaad heel erg laag. Burgemeester Jetty Eugster van Schijndel. die hoopt dat de 30% vanavond gehaald wordt. Ja, en de mensen die wel gaan stemmen. en die ik vandaag gesproken heb. die hebben eigenlijk helemaal geen vertrouwen. Geen vertrouwen in de politiek. en geen vertrouwen in heel die fusie. Ik vind Veghel is Veghel en rooi is rooi. en schendel is schendel. Ik vind dat uh, apart. Uh... Maar ja, het wordt van de overheid opgelegd. Ik denk dat er wel een vooruitgang is. Tenminste, daar hopen we met z'n allen natuurlijk. Wat er beter kan, dat is denk ik, hoe meer mensen in een gemeenschap, hoe sterker dat gekomst dan natuurlijk. Ik heb er een zware hoofd in. En daarom heb ik dus wel gestemd om nog eens een keer wat tegenwicht te brengen. Maar goed, we zullen het afwachten. We zullen wel zien. Ja, nou wel, in maart mogen we natuurlijk allemaal naar de stembus om te stemmen voor die landelijke verkiezingen. Kunnen we uit deze verkiezingen iets afleiden? Nou, Tesla, het geeft een hele kleine indicatie, want de PVV, GroenLinks en 50PLUS bijvoorbeeld, die doen al niet mee hier. En heel veel stemmen zullen ook naar die lokale partijen gaan. Maar de landelijke partijen die meedoen, die hebben wel alle kopstukken de afgelopen weken ingezet in Maaierijstad. Want mochten ze vanavond een winst gaan halen, of in ieder geval veel zetels gaan halen in Maaierijstad, dan is het wel een opsteker voor die Tweede Kamerverkiezingen. 66.000 mensen, dus naar de stembus vandaag. Als je uh, bent gegaan, al wel. Wanneer weten we de uitslag van deze avond? Nou, tot 9 uur zijn de stembussen open. Uh, daarna begint de uitslagenavond hier in het spectrum in het Cultureel Centrum in Schijndel. En dan zal de spanning opgebouwd worden tot middernacht. En dan is de uitslag bekend. En dan ziet u ook op omroepbrabant.nl en morgenochtend in het Brabant Nieuws. Nou wel vanaf vanuit Schijndel, dankjewel.